Hallo en welkom bij een nieuwe video hier op Zonneschijn. We gaan vandaag weer Minecraft spelen, omdat Minecraft gewoon een leuke game is en omdat het zo in de planning uitkomt. Oké, en we gaan met de poort aan de gang. Dus ik heb er wel zin in. De poort is een ding dat we al een tijdje moeten doen. Laten we beginnen met de muur omheen hoger maken. Want ik ben nog nooit zo snel to the point gekomen in een video trouwens. Dat valt me even op. Oké, even kijken. We gaan op de muur. Hij mag wat hoger, dat sowieso. Deze kant van de muur gaat even wat hoger worden. En ik denk 2 hoger. Dan maak je dat wel redelijk uit. Dan zit je nog niet in de bovenkant van de dinges. Zo. Hoppa, alles 2 hoger. Alles 2 hoger. En zo, daar zijn we. Ik heb zoiets van... We hebben die toren nu al een tijdje. De toren zijn nu al een tijdje mee bezig. En ik zou het liefst... hele andere dingen doen die meer tijd kosten. Maar het is nog steeds toetsweek. Ik neem nog steeds 's ochtends op voordat ik naar school moet. Ik heb nog steeds geen tijd voor. Van de zomervakantie ben ik van plan om veel meer tijd eraan te besteden. Ben zo terug. Oké, dus waar waren we? Laat me even denken. Oh ja, muur. Natuurlijk, we staan er ook op. We zetten hier het plateautje neer waar je loopt. Het is een vrij smal plateautje, kom ik nu achter. Ach. Kom op, plaats een blokje goed. Dat is de bedoeling. Vrij smal plateautje, maakt niet zoveel uit. Hoe gaan we dit doen? Ik denk... Zo, voor die trappetjes. Ja, hier deze dingen. Dat het nog wat lijkt, dan kan dit allemaal weg. Als we de slabs neerzetten, dan komt het allemaal goed. Ja, als we hier ook een trapje... Ik heb geen trapjes meer, of wel? Ik heb geen trapjes meer, wat verschrikkelijk. Dan moet ik zo meteen nieuwe trapjes pakken. Zo, even kijken. Waar moet de toren dat erop? Alles moet sowieso één blok... één slapblokje. Slapblokje. En ik doe dit zo'n half slap, omdat het eerste... Het staat fijn. De tweede... Ja, er zal vast een tweede reden voor zijn. Die staat raar. Dat hoort niet. Oh shit, dat hoort niet. Dat hoort niet. Hij staat raar. Dat mag niet. En ik heb geen stairs meer. Oké, laten we een nieuwe stairs gaan maken. Een nieuwe stairs gaan maken. We gaan het even van afstandje kijken hoe het eruit ziet. Verschrikkelijk zoals altijd. Oké, we gaan ermee verder. Oké, waar stonden de stairs? Vraag ik me nu af. Hier meteen al. Volgens mij zit een ster in de slap. Ja, dat zie je in de hitbox. Oh, dat is een handige truc. Als je zo gaat en je kan niet zien of het ster of slap is. Je gaat er met je muis op, dan kan je het wel zien. Ja, dat liet ik net ook zien. Maar ik wil het toch nog even extra vertellen voor mensen die niet opletten. Dit begint raar te worden. Nee, niet hier. Want hier moest een... Oh ja, er moet daar wel een blokje op. Nee, niet. Zo. En hier een slap op. En die weg. En hier zon 1. Ja. Even kijken hoor. Hier slap, hier slap. Hier nog een ster. Dan komt hier zo, zo. Was dit een slap of een ster? Slap. Hier een ster. Even kijken hoe dit eruit ziet, jongens. Dat ziet er redelijk uit als een kasteelmuur. Ja, toch? Ja, oké. Okay, dat gaan we ook even aan deze kant doen. En eigenlijk zou ik nu wat moeten gaan vertellen. Maar ik ben een cijperstar. Ik heb niks te vertellen. Nee, ik heb al een tijdje een Engels kanaal. Echt heel lang. Sinds mijn verjaardag. Dat is al een hele tijd geleden. En... Ik heb er nooit zoveel op gedaan, het Engelse kanaal. Dus een beetje van, ja, ik heb een Engels kanaal en nu, ja, ik heb er 1 video op gemaakt, daar ben ik mee gestopt. Maar ik ben er nu weer mee verder gegaan. Ja, er zitten weer meer video's op. Dus als je even wil bekijken, dan kan je dat doen. Dan heet games. Ja, games. Games vooral. Als je bij verschrikkelijk Engels wil horen praten, moet je vooral even kijken. We hebben meer stone bricks nodig. Dat is nieuw. Kom, we gaan even kijken of we wat er thuis hebben liggen. Maar goed, ja, games vooral. Leuk kanaaltje hoor. Voor mij heb ik momenteel 7 abonnees, dus je bent er vroeg bij als je nu heen gaat. En ik heb een Twitter geopend voor Zonneschijn. Ik ga er niet zoveel op doen hoor. Ik denk niet dat het enorm gaat worden, maar... Oh, een zombie heeft een flitje vermoord. Dat had ik aan moeten denken. Nou ja, dat doen we nog wel een keertje. Maar niet nu. Want dat wordt best veel werk en daar wil ik een beetje in gaan knippen en zo. En daar heb ik nu geen tijd voor. Hoppa, naar beneden. Hier, nee. Hier, nee. Oeh, goud. Leuk. Heel leuk. Kijk, mijn carrot gold maken.
kijken. Volgens mij was het met Golden Nuggets. Ja. Mop geef, dank je. Maar goed, ja, Engels Twitter geopend. Voor mij het Zonnetwit. Dus kan je gaan volgen. Ik heb al één iemand die me volgt, zonder dat ik het gemeld heb. En dat is natuurlijk dat ene gastie. Natuurlijk, wie anders? Oké. Op zo'n tweet ga ik een bepaalde update over het kanaal zetten als er iets te zeggen is, wat ik gewoon even snel moet zeggen. En als ik later livestreams ga doen, dan komt dat ook zeker op zo'n tweet. Ja, Zonneschijn was al bezet, dus ik heb zo'n tweet gedaan. Ik vind het een goede keuze. Waar is... Hier is Stonebrick. Geweldig. Dat moet genoeg zijn voor even. Gisteren heb ik met een aantal mensen een schuur gesloopt. Een grote schuur was het. We begonnen met het dak, daar zat nogal veel dakbedekking op. En dat zat goed vast, dus dat duurde eerst al heel lang. Dat deed ik samen met mijn oom en later ook mijn vader. En daar hebben we echt een beetje de volledige... Waarom zo lang duurde die schuur uit elkaar halen, was die dakbedekking. Dus dat helemaal toch op de muur vastgeplakt. De muur vastgeplakt, op de muur vastgeplakt, moet je nagaan. Kijk hoor. Is raar. 1, 2, 3, slap. 1, 2, 1, 2, 3, daar moet de slap komen. Hij is 1 te hoog. Maar goed, dus schuurgeslap, dakbedekking en zo eraf. Het was een groot ding, dat wilde je niet op je hoofd krijgen, geloof me. Maar het is uiteindelijk gelukt. Hij is nu helemaal weg en we hebben enorme ruimte achter ons huis. Een open ruimte achter ons huis zelfs. Waar we veranda gaan bouwen, want ik was ooit zo dom om tegen mijn moeder te zeggen... Hey, het zou wel leuk zijn om een veranda te bouwen, te hebben, zoiets. En ja, daar zijn we dus mee bezig. Dat is ook waarom... Ik had vanaf het weekend... Oh, daar heb ik lekker veel tijd. Nee, schuurslopen. Want eerst moesten we hem helemaal leegruimen. En toen moesten we hem nog helemaal uit elkaar halen. Ja, dat ja. Even kijken hoor, hoe moeten we die stairs neerzetten? Welke hoogte kom ik hier? 1, 2, 3, 4. En dan begint de ster. Dat is dus... 1, 2, 3, 4. Oké, hierbovenop. Perfect. Dan mag ik eerst nog een reetje bloks opzetten. Ik ga van... Oh, die... Ik weet al wat ik verkeerd heb gedaan. Ik heb het even hoog geteld op bij die andere kant. Alleen toen heb ik daar nog een rij eraf gehaald voor die stairs. Wat ik nu hier ook ga doen trouwens. Zo. Was hier geen? Oké. Dan hebben we de stairs nodig. En dan zetten we die neer. Jullie kennen het wel een beetje. Oké, dan overal slabs. Zo. Want deze dingen zijn allemaal al die bordjes hier weg. En dan komen slabs te liggen als vloer. Houd niet hier, die moet blijven staan. Want die even wat hoger maken, anders weten we het niet meer. Die torens ga ik voor de rest wel opschieten maken hoor, geen zorgen. Daar hebben we genoeg van gemaakt. Jullie begrijpen hoe die dingen in elkaar zitten nu. Misschien te goed zelfs. Ik denk dat iedereen hem nu gewoon in zijn slaap nog een zo'n toren voor mij in elkaar kan zetten. Dat is niet goed, want dat betekent dat het een simpel design is die heel veel mensen gaan stelen. Dat is aan de andere kant ook weer wel goed. Ik weet niet. Cool, dat is dit stukje muur ook al af. Geweldig. Even op de voorkant kijken. Ziet er redelijk uit, ziet er redelijk uit. Nu die poort verder. Want dit ziet er natuurlijk niet uit, hè? Misschien kunnen we een toren... We gaan een grote toren maken van deze poort, jongens. Ik heb het. Ik ben een beetje in de torens de laatste tijd. Ik ben verschrikkelijk met torens maken. Dat is ook best moeilijk in mij. Niet zo raar dat ik verschrikkelijk ben. Meer mensen hebben dat. Maar goed, hiervan wil ik zeer zeker een toren maken. Dus even kijken. Hier komt een loopplateau tussen. Ah, ik heb geen slabs meer. Crafting table. Want zoals ik in het begin van deze serie al heb gezegd, ik weet niet of mensen dat nog kunnen herinneren. Ik zet overal crafting tables neer in mijn wereld. We zitten vol met crafting tables. Overal waar ik kijk. Oh wacht, ik kan die wooden slabs gebruiken. Dat is misschien wel leuk. Om in de poort... Nee, dat is niet... Dat is verschrikkelijk. Wie gebruikt er nou in de toren slabs? Oké, hier. Die stairs. Aan de andere kant ook. Maar dat doen we later wel. En dan komen hier slabs. Dat ging bijna goed. Zo. Helemaal tot aan de... Ja, denk ik. Ja, en dan komen daar de dingen. Oké, even kijken. Waar... Zo, dat is dus... Hier. Zo. Perfect. Misschien hier zo een beetje. Beetje bescherming hier. Zodat je niet meteen kapot wordt geschoten maar als je hier rondloopt. Crafting table. La 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 la. Zo, en dan wat stairs weer. Hoppa. Zo, slaps ertussen. Perfect, zit nog redelijk uit ook.
Voor mij ziet het er nu al 10 keer beter uit als poort. Niet echt, maar dat maakt niet uit. Oh, hier kunnen we een hoed neerzetten. Hoop ik. Ja! Perfect. Dit gooien we dicht. Denk zo. Oh shit. Dat is zo niet fijn. Ah, oh, er komt een lichtbux van. Dat is jammer. We moeten daar gewoon volledig op neerzetten. Laten we gewoon zo doen. Dat is de beste optie hier, denk ik. Zo. Wat gebeurt er als we dit doen? Ik wou zo dat je je slaps op kon zetten, hè? Maar dat kan niet. Want Minecraft Logics. Hier binnen moeten we wat licht hebben. Toortjes bij ons. Ja, natuurlijk hebben we dat. Even zo doen. Perfect. Deze kant ook even. Perfect. Oké, dan hebben we nu een groot deel van de poort gedaan, denk ik. Ja, die bovenkant gaat helemaal af. Dat wordt een grote toren. Maar dat ga ik in een timelapse doen later, als ik er tijd voor heb. Maar nu begint het alweer een beetje te laat te worden. Dus ik ga de video hierbij afsluiten. Dus voor deze video leuk. Vooral een groen duimpje. Reageer, abonneer op het kanaal, niet dat moet. Vergeet deze video niet te delen met iedereen die je wel en niet kent. En dan zie je veel terug bij een nieuwe video hier op Zonneschijn. In ieder geval, later zijn.